terug bij een nieuwe video dat ik nou vandaag spelen weer Emergency Hamburg. En ik zet mijn lampjes aan en deze begint gelijk te rijden. OU is niet wanted, maar dit is ook niet de OU. OU 48 als Johnny. Hartstikke mooi. Jij bent niet wanted. Oké. Er is een verkoopsautomaat overvalk aan complete andere kant van de map. Even kijken, ik weet niet wie jij bent. OU 60, hartstikke mooi. En dan staat daar een ambulance, hartstikke mooi ook. Even kijken. Nou, prachtig, ik weet niet. Gaan we heel eventjes snel gluren of jij corrupt bent. Ben jij niet? Nou, dan is het helemaal goed. Er wordt geschoten, oké. Er wordt geschoten. Wat is er nou weer gaande? Het begint gelijk. Het is gelijk druk. Even kijken. Dit is NW64. NW64 is een collega's een undercovertje. Er wordt hier waarschijnlijk geschoten. Even kijken. Jij bent niet undercover. Even kijken. AC. En ik zag de auto bewegen. Ik zag de auto bewegen, dus ik weet niet of ik dat was of dat iemand anders dat was. In ieder geval, er zit niemand in. Laten wij lekker gaan wachten op de volgende melding, want ik denk dat die of neer is of al is aangehaald. One eternity later. En wij hebben een scooter voor ons, waarbij de persoon achterop, want het is 3 sterretjes en hij heeft ook illegale dingen bij zich. Dus hij raakt zijn wanted level niet kwijt. Wij gaan lekker de achtervolging ervan inzetten. Oké, ja, ik wil deze mensen eigenlijk best wel heel erg graag pakken. Hij is ook nog steeds een wanted, dus we moeten er alleen op letten dat hij niet zomaar bij een dealer staat en daar al zijn shit verkoopt. Dus ik denk dat ik overga naar de motor, want dan kunnen we natuurlijk makkelijker achter ze aan. En ik heb de motor unlocked, dus ik vind het ook gewoon een goede om te pakken. Dan kunnen we ook makkelijk achter de scooters aan. Ja, ik weet niet. Ik heb echt idee dat het bijna de laatste... Ik word overreden door mijn collega. Lekker. Ik heb echt dat al mijn politiediensten motoren zijn. Maar dat komt omdat de motor super chill is. Hij is snel, hij is wendbaar. Je kan door alle poortjes heen zonder dat je ervoor op te wachten. Je kan bij de poortjes bij de prison er doorheen. Ze zijn gewoon eigenlijk beter dan alle auto's in dat opzicht. Daarmee, ze scoren gewoon punten die auto's niet kunnen scoren. Dus ik denk dat wij de motor gaan pakken en dan gaan we weer op zoek naar die kneuzen op een scooter. En bij de haven wordt er een verkoopsautomaat ausgeraubt, oftewel een vendingmachine overvallen. Dus daar gaan we even snel naartoe. Kijk, daar is niemand meer aanwezig. Maar hier is wel een collega neer. Even kijken, we zien daar nog een Porsche staan. En dan staat er ja, een scooter voor de deur, maar die is niet beheerd. Laat ik eerst even snel mijn motor repareren. Dat als we een achtervolging krijgen, dat we die ook kunnen blijven doen, om het zomaar te noemen. En dan ga ik hier binnen. En als we hier binnen even veilig staan, ga ik eventjes snel... Ah, even wel dingen verkocht, oké. Ah, we kunnen natuurlijk niet in de ADAC kijken, dat is even jammer. Arestankcellen, vaarzeugen, kiedeliederladen, club, hoflade, verwerk, gas en go, haven, krankenhuis, juwelier, osso.
Nee, dat zijn niet de mensen van de scooter. Oké, want als we dat, als die waren geweest, dan zouden we natuurlijk direct naar Oslo toe zijn geweest. Maar nee, we blijven eventjes bij onze collega, gaan daar even checken. Ik denk eigenlijk al dat hij is... Nee, hij is nog niet gerespawned. Oké. Hij heeft hem ook neer ook. Nou, dat is op zich nog wel mooi. Er zijn geen ambulances, geloof ik. Nope, denk het niet. Heel misschien, maar anders dan zal hij er zo wel komen. Wij gaan lekker wachten op de volgende melding. 12 seconds later. Oh mijn god, is die nou aangehouden? Hij is aangehouden. Ja. Eindelijk! En Ares wordt overvallen. Hij is ook geliefd, dus we hebben er wel XP van gekregen. Wat lekker, wij gaan snel naar Ares Fuel toe, want die wordt overvallen. Hoppa, en deze oranje RS4 is door onze stopstuk heen gereden. Hij heeft de Ares overvallen, dus we gaan naar achter. En hij is weg. Hartstikke mooi. Dan kunnen wij weer lekker gaan wachten op de volgende melding. Of grapje. Een einde maken aan deze video. Want de opname duurt alweer best wel lang. Maar ik weet het. Door die 8 minuten of door die 10 minuten of zo die we achter die scooter aan zijn gereden. Is het waarschijnlijk een wat kortere video geworden. Maar ik heb ook weinig tijd. Dus aan de ene kant jammer. Maar aan de andere kant hartstikke mooi. Ik vind het helemaal goed. Ik vind het helemaal mooi. Ik heb genoten. Heb jij dat dan ook? Abonneer dan zeker als u graag morgen om 8:30 weer terug. Bij een nieuwe video op het kanaal.